Welkom na een korte antwoord van de vrouw. En de vrouw van deel is, wat leert de Bijbel van de homoseksualiteit? Dit thema is voor veel van ons een gemakkelijk thema. Over de wereld en de cultuur is er veel over reden dat en veel leren dat. Het is wichtig dat wij als christen weten wat de Bijbel leren dat en staan ons aan naar wat de Bijbel leren dat. Ik denk wat we vinden in de Bijbel, wanneer we dit thema studeren, dan is dat niet zeer veel verzen wat we reden doen. Maar hoe dat van dit thema reden dat, dat is allemaal in een negatieve weg, en dat is allemaal in zijn weg waar dat onge zijn als ons zijn. En zo, we zijn dit in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En met dit thema, ik geloof het is ook wichtig dat we verstaan en we geloven dat de Bijbel, dat ongesteld dat leren dat we zijn man en vrouw, je merkt, we zijn man of vrouw, we zijn jong of mel. En God heeft ons ons geslacht gegeven, waar we zijn. Ik ben een man geboren, ik ben een jong geboren, ik kan het niet anderen. God heeft mij dat gegeven. En zo dat is ook wichtig om dat te verstaan, dat wat de Bijbel leren dat. In het Oude Testament, in 3 Mose, kapitel 18, 22, sagt het als dit. Du sollst nicht mit einem Mann geschlechtlichen Verkehr haben, so als ein, mit einer Frau, weil es dort erst abschasseliert. Wir sehen diese Farge dort, die Gesetz lehrt, dort üben, der homosexuelle Verkehr, dort via Arich. Und dann in dem Neuen Testament, 1. Korinther Kapitel 6, dann in der Farge sagt es dort. Oder weit wie nicht, dat de eure rechten, dat Gottes recht niet oven worden, laat u niet aanbilden. Menschen, die aanzucht drieven, die jetten aanbeten, die een ehe breken, mannen, die met jonges of met andere mannen geschlachtlich topkomen en stelen, jitzig zijn en drinken, spotten en menschen even vallen, wonen dat Gottes recht niet oven. So wat hij hier leren dat als hij talt, de homoseksualiteit leven als praxis onderzinnen wat ons van hemel worden houden, van de Godesrijk houden. So, van dit kan we twee dingen zijn. Eerstlich, bij in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, dat wat onge zijn, dat uitleven als zin. En eindelijk wat we zijn hier, dat wordt licht getal met onderzin. Je wordt spotten, drinken, jitzig zijn, ehe breken. Alles dat de zinnen worden opgenaamd en homoseksualiteit wordt hier mank opgenaamd. En zo, ik geloof het is wichtig dat we zijn dat het zin is, maar dat we niet ondanks ons zijn is iets naar onder zijn. Dat is niet in Gods zin, ondanks als ehe brok, dat is niet ondanks als leen, dat is niet ondanks als spotten, dat is niet ondanks als jette aanbeden. Alles is zin in Gods zin. Dat is ook wichtig, geloof ik, dat we verstaan dat er een onderscheid is tussen verzocht worden met homoseksualiteit en homoseksualiteit drief uitleven. De Bijbel leert in geen stede dat verzocht worden, want zo ons verzekerd is, of ons vlees ons verzekerd is, dat de verzekering aardig is, dat het zin is. Maar de Bijbel leert dat wanneer we de schade merken, dan gaan we uitleven. Dort, wat we verlangen verhaan. Wanneer dort niet stemmen dat met God zien wordt, dan is dat aardig. En zo, ik wil nu een klimaat te reden. Vielleicht wil dat horen worden, wer met dit kampen doen. Ik wil haan dat u dat weten des, dat God is die wörtlich goud. God heeft geen fehler gemerkt. We kunnen vielleicht nog niet allemaal verstaan, waarom wesse mensen een verlangen haan en verzocht worden wesse wij. Maar we hebben alle onze inner lood wat we drehen doen. En God weet wat hij dergt is. Hij weet die kamp en hij wil die vrijmaken. Hij wil die vergeven voor de zin wat je doen hebt, dat of andere. En hij wil die ten Gottes tent maken. En ter de tweede wil ik ook metdelen. Waar we genedig zijn, waar we zullen helpen wat met dit kampen doen, dat zij kunnen Jezus Christus bejennen. Jezus Christus aannemen en in vrijheid leven in Jezus Christus. Ik wil jullie allen danken van deel, maar mij dit merken. Ik wens jullie allen een goede dag. God te zien.